Hallo allemaal, zoals jullie zien, het veld is leeg. Rustig klaar. Maar heel vreemd. Er lag ongeveer nog een hele strook zo, wat je er één keer weg moest halen. Ik kijk op hoeveel procent die staat, dus toen zei hij al dat hij klaar was. En nu zegt hij dat zeker. Nou, 2194. Verzamelen. Yeah. 1700. Ja, gewoon een bak huis. We hebben 1700. Oh ja, natuurlijk was het bijna dicht. Maar ik dacht dat het kon saaien. Ik denk dat ik daar nog een 17 jaar in ben. Alles wat je koopt en direct weer verkoopt zonder dat je überhaupt gebruikt hebt, of je wat 600 zit hebt, je krijgt meteen een afgekeurde prijs. Hij gaat niet meer zo soepel maken, zo. Ik heb ook de Duitse vaart gebruikt. Ik heb niet gebruikt. Ik ben even dingetje, het tapeprikketje, ik zie dat er iets in zit. Ja, dat is beter. Even de prullenbak. Ja, dit is goed. Alexa, set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Thank you. Zonder dat ze dat niet meer zegt, als je vroeger zei, thank you, dan zei ze, you're welcome, I'm your virtual assistant, and I work for you. What a pleasure. Ben ik braaf genoeg om nog een contractje te nemen? Want ik kan niks beginnen voordat ik die saaier heb. Dus er zit geen andere manier op. Ja, ik heb geen cultivator. Want ik ga ook geen cultivator huren, want die is hartstikke duur. Ploegen, ploegen. Ja, ik had heel graag willen saaien, maar het gaat niet. Maar ik kan wel saaien bij mij eigenlijk. Ik kan toch een saaimachine huren. Ja. Saaimachines. Oh, wacht even. Wat heb ik daar allemaal voor nodig? Ah, oh, dat heb ik. Kost het? Per dag 335. Wil je dit huren? Voor 1708? Ja, maar dikke reet. Daar heb ik helemaal geen geld over. Ik moet een zaad kopen ook. Onbegrijpelijk. Staat er misschien wat in de tweede hand? Hoeveel verrijkers komen erin te staan? Een beetje assortiment is ook wel leuk.
Nee. Ah, ik kan er eigenlijk wel op maken. Ja, cultiveren kan ik niet. Moet je weer gaan ploegen. Nee, daar heb ik geen zin in. Ik ga die stroopballen verkopen. Dat lijkt me een beter idee. Pleuren we die ploegen hier neer. Ons land. Heb geen aandacht nodig, nee. Is bemist. Dan naar het andere kijken. Hé, het was ontdooid. Daar ligt er weer rij. Sneeuw, hallo. Ja, dan kan je niet zaaien ook. Dus, dat is hetzelfde toen ik wilde, dat was geloof ik de tweede of de derde aflevering, dat ik wilde gaan. Dat moest ik toen, ik geloof ook ploegen. Weet je, dan moest ik maaien gewoon. Ik weet niet meer, maar omdat het regelde zei hij ook van, nee, maar de opbrengst is minder als het regent. Dit is, heeft landbouwkalk nodig. Nou, heb je een aparte machine nodig om te sproeien? Nee, ik heb hem buiten. Sproeiers, die moet ik hebben. 5000. Het is een kleintje, maar dat maakt me niet uit. Combinatie. Want zometeen is het een extra tank. Ja, zie je, extra tank. Ik denk, ik ga hem nog niet kopen. Maar 34.000, ja, dat heb ik niet. Ik vind een bord ertussen zitten. Nee. Ah, dat geen geld, het is echt een malaise, jongen. Wat is dat witte sticky? Oh, we gaan hem voor. Dit is zwaar. Oh ja, ik ging die bouw te kopen. Niet dat het helemaal blijft. Het is tenminste leeg. Nou, gaan we even kijken. Wie heeft het meeste? Wie biedt er het meeste? Vijandelaar. Ik moet een kaartje markeren, want die ken ik niet. Ik weet niet waar die zit. Even een grote kaart, maar weet je niet in die kaartjes die ik krijg. Waar die zit. Dat is niet meer de trein, toch? Nee.
schip worden. Zo, dat is beter. Het is koud, dus je zou denken stro is wel gewild voor de dieren om ze warm te houden en eten te geven. Ja, de afzetting weer. Ze schieten niet op met het werk hier. Ze schieten niet op. Hoeft ook niet, want het is voor mij een ander herkenningspunt. Waar ben ik? Daar ben ik. Oké. Hey, zag ik dat goed? Even een stukje afsnijden. Mag niet. Maar Pieter mag ook niet zo doen zo. Ah, zeg maar niet dat ik op de brug moet wijzen. Zo hoor je niet te rijden, dat weet je. Je kan het wel. Ik heb hier toch geen politie, dus. Allemaal zit er nog aan. Ja. Kido. Assassin's Creed. Ja, dat is ook. Ik vind het goed dat ik moet niet branden als je dit niet moet wezen. Oh, ze kunnen ook goed rijden. Ja, aanrijding. Ja, vette aanrijding. Dat is net zoals. Dan komen ze daaruit en ze geven je geen voorrang. Oké, het is wel deze dus. Is het hier? Hallo? Oh, wacht. Tuurlijk. Misschien dat je de stripjes ervan moest maken. Hallo? Waarom kan ik dit niet losmaken? Ah, is dit spel nou gebukt of heeft het wat? Waarom? Oh man, word je toch gestoord van? Wat een gezaak met die kar, zeg.
ik denk dat je die kaart namelijk de rest echt moet zitten. Dat hij dat niet doet. Dan gaan ze zulke zielige ruizen dingen uitzien. Dat is gewoon zielig. Maar dan ben je te gestoord van. Ah, nou ben ik de. Ach, zou de mieter nou toch open? Ik ben een gezeikrijd. Nou. 3238. En waarom heb ik dan maar 2300? Ik krijg. Ja, nou dat geld dat ga ik me zo meteen wel bij cheaten. Wat een gezeik zeg. Dat is true. Dat is true. Oh, hier wie? Hier. De braadtuig moet met een smoke rijden. A7 is een spoorrijder gesignaleerd. Probeer hem niet in te halen en zijn niet vooral bedoeling. Dat hoorde ik weet dat er nog steeds wordt op de radio als een spoorrijder. Dat hoorde je vroeg en dan denk ik, ja, maar wie wil een spoorrijder inhalen? Ja, en ik weet niet dat ik weet waar ik wil, dat ik goed ga, ik weet het niet eens zeker. Dus we gaan even kijken. We gaan wel goed. Hey, hallo, idioot. Maar dan moet ik jou toch ook niet kunnen.
meneer, er is geen VOP hier. Ah, kijk. Hé, hey, dit ken ik. Ja, die auto die daar niet wordt staan en daar is de brug. Ja. Begin de weg al aardig te kennen. Daar is het voertuig al staan, dus. Hé! Hey. Er is een paal uitgereden. Weet niks, weet ik niks. Ik ga eens even een lijstje bijhouden met dingen die ik nodig heb. En de urgentste dingen boven en de minder urgentste naar beneden. Want ik heb nou verschillende dingen nodig. Die 3200 heb ik er niet bij gekregen. Ik ga Filipje straks terugkijken. Want dan is deze safe game echt gebukt. Ik heb het geld er wel bij gedeeld gekregen van het werk wat ik gedaan heb. Maar je hoeft even wijzen eigenlijk, je hoeft niet het hele veld te ploegen. Ik geloof als je 3/3 gedaan hebt, of 3/4, zeg 80% denk ik, dan zegt hij al dat het goed is. Want ik moest echt over een hele streep zo, en ik kijk hoeveel procent er stond, en stond er op klaar. Wow, shoot, sorry spook. Sorry jongen, ik zag je niet, ik wilde een kolenfles pakken. Ja, ik stop hier met filmen, want ik wil echt weten of ik het geld erbij gekregen. Ah, nou, wacht even. Alexa, how many time left? You have 9 minutes and 10 seconds left on your 30 minute timer. Okay. Alexa. Alexa. Cancel all timers. Canceling all your timers. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in mijn volgende video te zien. Dag jongen. Ah, een beetje van me. Ja, je bent lief, hè. Ja, je bent zo lief, hè. Ja, ach, wat gebeurt hier allemaal?